Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Deze School met Meneer Snel. Jullie hebben zojuist herkansen gemaakt van ST1. Dus dat lijkt me leuk om samen eventjes met jullie te kijken naar de ST. Dit is hem. Even kijken. Blablabla, dat hebben jullie net gezien. Misschien had meneer Boning nog aangepast in de herkansing TP2. Maar ja, die versie had ik even niet liggen. 11 vragen, 38 punten. En de eerste vraag gaat over dieren. Oké, er is een verband tussen sprintsnelheid en lengte van bepaalde dieren. De formule is van deze vorm. S is A keer L tot de macht 0,88. Waarbij L... Even kijken. L is in meter. En de sprintsnelheid is in meter per seconde. En dan zeggen ze, een goudvis met een lengte van 7 centimeter heeft een sprintsnelheid van 0,84 meter per seconde. Bereken A in 3 decimalen nauwkeurig. Oké, nou, wat je moet realiseren, dit is in centimeter, moet je meters van maken. En als je dat doet, krijg je dit. Dan krijg je dat 0,84 is gelijk aan A... keer, en die lengte was 0,07 meter, hè, tot de macht 0,88. En nu kan je A berekenen door die getalletjes te delen. Dus dan krijg je A is 0,84 gedeeld door 0,07 tot de macht 0,88. En dat doet je dan gewoon letterlijk in. Dus laten we even jullie rekenmachine pakken. Deze. Tenminste, de meeste hebben deze. Dus, en in de toekomst helemaal... we gaan uit van de 0,84 delen door 0,07 tot de macht 0,88. En dan krijg je dan een getalletje uit, namelijk 8,72. Het moest op 3 decimalen, dus 0,8722. En dan gaan we het ook nog even controleren of het klopt. Dus als je nou dit getalletje pakt en je vermenigvuldigt het met de lengte van de goudvis 0,07 meter... tot de macht 0,88, dan zou daar weer die 0,84 uit moeten komen. En dat is het geval. Dit hebben we goed gedaan. Oké, mooi. Nou, dan zeggen ze, gebruik in het vervolg van deze opgave de formule S is 0,827. Dus je mag niet jezelf gevonden waarde van A gebruiken. Je moet per se de gegeven waarde van A gebruiken. En dan zeggen ze bij som B, een grijze dolfijn heeft een lengte van 270 centimeter. Bereken de sprintsnelheid in gehele kilometer per uur. Oké, dus ja, de sprintsnelheid is 8,72 keer de lengte in meter, dus dat is 2,7 tot de macht 0,88. Dus dat is dit, 8,72 keer 2,7 tot de macht 0,88. Dan krijg je een sprintsnelheid van 20,898 meter per seconde. Maar hier zeggen ze dan, ja, je moet er even kilometer per uur van maken. En hoe werkt dat ook alweer? Misschien heb je NASC en ken je het regeltje dat je het keer 3,6 moet doen. Maar laten we even kijken of we het ook wel op een simpele manier kunnen snappen. Kijk. Als je 20,898 meter per seconde doet, dan doe je dus ook 0,0208 kilometer per seconde. Hoe weet je dat, meneer? Nou, ik heb dit gewoon door 1000 gedeeld. Hè. Dit is 1000 keer zoveel, dit is 1000 keer zo weinig en dan is het hetzelfde. Of je nou 20 meter per seconde doet of 20 meter op een gekke manier opgeschreven in kilometer, is hetzelfde. Maar hoe komen we van die secondes af? Nou, hoeveel seconden zat er ook alweer in een uur? 3600, toch? Dus we kunnen hier uren van maken door te vermenigvuldigen met 3600. Maar dan moeten we de bovenkant ook vermenigvuldigen met 3600. En dan staat er, dus dit moet gedeeld door 1000. Zo, en dan keer 3600. En dan kom je uit op 75, want we moesten op gehele kilometer per uur. Dan heb je hier kilometer en dan heb je hier 3600 seconden. Maar 3600 seconden is een uur, dus 75 kilometer per uur. Nou, dat is best wel snel. Oké, dan.
gaan we naar som 3. Een snoek is 2 keer zo lang als een baars. Bereken hoeveel procent de sprintsnelheid van de snoek meer is dan die van de baars rondaf op geheden. Oké, nou, we hebben hier geen getallen. Laten we zeggen, voor de baars, dus de sprintsnelheid van de baars is 8,27 keer de lengte van de baars tot en met 0,88. En de sprintsnelheid van de snoek is 0,72 keer 2 keer de lengte tot en met 0,88. Toch? Want die snoek was 2 keer zo lang als de baars. Dus hier krijg je in plaats van L, krijg je 2L. Nou, dan kan je die 0,88, daar was een rekenregeltje voor, weet je wel. Die moest je aan allebei geven. Dus dan krijg je hier 8,72 keer 2 tot de macht 0,88 keer L tot de macht 0,88. En als je dan de procentuele toename wil berekenen, ja, je kan doen nieuw min oud gedeeld door oud. Je kan ook de groeifactor even berekenen en daar dan een percentage van maken. Hè. Dat hoort niet echt bij het hoofdstuk wat je nu al hebt gehad, maar in ieder geval waar het ST bij hoort, maar dat hebben we wel net in de les gedaan. De groeifactor was gewoon nieuw gedeeld door oud. Dus dat is 8,72 keer 2 tot de macht 0,88 keer L tot de macht 0,88 gedeeld door. En dan de oude 8,72 keer L tot de macht 0,88. Nou, die valt weg. Die valt weg. Wat je over hebt is die 2 tot de macht 0,88. Die rekenen we even uit. Dat is dit. En als je hier een percentage van maakt. Ik moest het op hele. Dit is een groeifactor, hè? Een groeifactor moest je min 1 keer 100 doen. Dus het is een toename van 84%. Oké, som 4. En een makreel. Van een makreel is de sprintsnelheid 1,5 keer zo groot als de sprintsnelheid van een haring. Bereken hoeveel procent de makreel langer is dan de haring rondaf op 1 decimaal. Oké, dus de sprintsnelheid van een makreel is 1,5 keer zo groot als de sprintsnelheid van de haring. Ja? En voor de makreel geldt dat dit gelijk is aan 8,72 keer de lengte van de makreel tot de macht 0,88. En hier heb je de 8,72 keer de lengte van de haring tot de macht 0,88. En nu willen we graag die lengtes weten. Dus in plaats van dat we een formule hebben voor S. Dag meneer Teunissen, ik ben eventjes het ST aan het bespreken van 5 VWO wiskunde A. Alles wat je zegt wordt opgenomen en ik ga het er niet uitknippen. Dan kom ik later terug. Oké, tot zo. Dan kunnen we dus die L berekenen door eerst te delen door die 8,72. Dus dan krijg je L M tot de macht 0,88 is de sprintsnelheid van de makreel gedeeld door 8,72. Ja. En hier krijgen we ook de lengte van de haring tot de macht 0,88 is de sprintsnelheid van de haring gedeeld door 8,72. Oké. Dus nu willen we graag die lengtes weten. En dat kunnen we doen door tot de macht te doen en die 1,88 weg te werken. En dat deed je door tot de macht 1 gedeeld door 0,88 te doen. Dus hier, maak even haakjes. Dit gaat tot de macht 1 gedeeld door 0,88. Dit gaat ook tot de macht 1 gedeeld door 0,88. En deze ook. Dan staat hier de lengte van de makreel is gelijk aan de sprintsnelheid van de makreel tot de macht 1 gedeeld door 0,88 gedeeld door en dan de 8,72 tot de macht 1 gedeeld door 0,88. Dat is 11,7. Ik rond hem even, ik doe wel gewoon puntje, 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 dan rond ik lekker niks af. En hier de lengte van de haring
daar geldt hetzelfde. Dat is de sprintsnelheid van de haring tot de macht 1 gedeeld door 0,88 gedeeld door 11,7. Dat was hier dezelfde berekening. Oké, okay, nou deze twee dingen willen we met elkaar vergelijken. Maar we weten ook dat de sprintsnelheid van een makreel dat 1,5 keer die van de haring is. Dus in plaats van de sprintsnelheid van de makreel kunnen we ook zeggen, het is 1,5 keer de sprintsnelheid van de haring. Zo. En dat kunnen we dan nog even uitrekenen, want die 1 gedeeld door 0,88 moet je dan bij de 1,5 doen en bij de SH. Dus dan krijg je hier de 1,5 tot de macht 1 gedeeld door 0,88. Dat is 1,583, even afgerond, keer de sprintsnelheid van de haring tot de macht 1 gedeeld door 0,88. Ja, gedeeld door 11,7. Oké, okay. Dus we hebben hier de lengte van de haring. En die hebben we hier ook. Kijk, dit hier, dat was de lengte van de haring. Zie je dat? Dus hier staat 1,583 keer de lengte van de haring. Dus hoeveel procent is de makreel langer dan de haring? Nou, 58,3%, dat staat hier. Dit is de goede factor. Oké, okay. Nou, dan gaan we maar eens even naar de kansrekeningvraag. De bloedgroepen. 8% van de bevolking heeft bloedgroep B. Nou, dat zal dan wel. En dan wordt er van die nieuwe donoren wordt de bloedgroep vastgesteld. En dan zegt ze A, bij som 5 bedoel ik, bereken de kans dat bij de eerste 10 nieuwe donoren er 2 zijn met bloedgroep B. Oké, okay, je doet het 10 keer. De kans op succes is 0,08. En de vraag is, wat is de kans dat het 2 keer succes is? Dat klinkt als binomiaal. Dus we zeggen, dit is binomiaal. En zodra iets binomiaal is, kunnen we het binom PDF en binom CDF dingen doen. Ja, maar meneer, dat hadden we niet gehad in hoofdstuk 6. Dat klopt. Je kan het natuurlijk ook gewoon met de hand doen, maar je mag hier wel je kennis van hoofdstuk 9 gebruiken. Dus ja, doe dat dan ook. Dus even kijken. Dus we hebben hier N is 10, 10 pogingen. Kans op succes is 0,08. En X is aantal keer bloedgroep B, zeg maar. Aantal keer succes. Maar het is ook leuk om heel even de som erin te verwerken. Bloedgroep B. Oké, okay. Dus en dan willen we nu de kans dat X, dat ik precies 2 mensen heb met bloedgroep B. Dus de kans dat X is 2, dat is binom PDF met N is 10, P is 0,08 en ik wil 2 keer. Nou, even kijken, hoe zat het op deze rekenmachine? We hadden een ding dat heette kansrekening. Is kansrekening? Probability. Ja. De binomiale verdeling. We doen het 10 keer. De kans op succes is 0,08. En ja, en nou wil ik eigenlijk de kans dat het gelijk is aan 2. Oké, okay, nou dan doe ik het wel anders. Hier zit het menu met allemaal zooi. Ook probability, zie je dat? En dan kunnen we hier distributions doen, binomial. En dan hebben we hier binom PDF. En de binom PDF op deze machine, dan moet je eerst de 2 intoetsen. Dus we doen eerst de 2. Dan doen we, ik denk dat we dan 10 doen. Ik weet hem niet onthouden. En de kans hier. Kijk of dit een beetje geloofwaardig antwoord is. Ja, is wel oké. Okay. Dus die kans is 0,148 afgerond op 3 decimalen. Oké, okay. 6. Bereken de kans bij de eerste 15 nieuwe donoren er hoogstens 2 zijn met bloedgroep B. Oké, okay. Dit is weer binomiaal, hè. N is 15, je doet het 15 keer. De kans op succes is weer 0,08. Die X is hetzelfde als hier. En nu wil ik de kans weten dat er hoogstens 2 zijn. Dus de kans dat x is kleiner dan of gelijk aan 2. Dat is de kans op 0 plus de kans op 1 plus de kans op 2. Maar met de rekenmachine kan je dat in één keer uitrekenen met een binom. Dus dat doen we met een binom. Dus we gaan hier naar binom CDF. We willen hier weer hoogstens 2. En die grens moet je dan hier aangeven. Het aantal keer proberen is 15. En de kans op succes is 0,08. En dan komt er weer een getalletje uit.
Zo. En dan krijg je hier dus 0,887. Oké, nou, best een grote kans dus. En dan gaan we nog even naar som 7. Bij som 7 zeggen ze, bereken de kans bij de laatste 20 donoren er minstens 2 zijn met bloedgroep B. Dus ja, of het nou de eerste of de laatste 20 is, dat maakt niet zoveel uit. Dat zijn er gewoon 20. Je doet het, je probeert het 20 keer. Hè? En de kans op succes is weer 0,08. En dan heb je hier die x is hetzelfde als bij deze vraag. En nu willen we dat er minstens 2 zijn. Dus x is groter dan of gelijk aan 2. Nou, dat doe je met de complementregel. Dan zeg je, oh, dat is gewoon 1 minder kans dat er 1 is of minder. En die kans kun je dan weer met een binom CDF uitrekenen. Dan krijg je dus hier krijg je, die 1 die je wil. Dat de kans op 1 of 0 is dat. Je deed het 20 keer en de kans op succes was 0,08. Dus dat doet ze weer in. 1 min binom CDF 1, 20 en 0,08. En dat is een kans van 0,483. Oké, nou, dat waren makkelijke punten als je goed op de hoogte was van je binom. Anders was het iets meer rekenwerk, maar ja, de antwoorden zijn dan natuurlijk hetzelfde. Oké, een stelsel, los op. 1,6x min i is 2 en 5,5 min 3,5i is 5. Oké, nou, laten we even kijken. En dat doen we op de manier die jullie hebben geleerd. Met dat elimineren en zo. Dus we hebben hier 1,6x min i is 2. En we hebben 5,5x min 3,5i is 5. Nou, dan moet je de x of de coëfficiënt van x of de coëfficiënt van i gelijk maken. Het lijkt me het makkelijkst om het met i te doen. Dan doen we deze met 3,5. En deze keer 1. Nou, en 3,5 keer 1,6, dat hoor je uit je hoofd te kunnen. Maar ja, ik gebruik daar liever de rekenmachine voor. Dus 5,6x min 3,5i is 7 en 5,5x min 3,5i is 5. Wat moet je dan doen? Je hebt allebei min, dus je moet het van elkaar afhalen. Dus je krijgt die 5,6 min 5,5 is 0,1x. Dit valt weg. En hier krijg je 7 min 5, dat is 2. Dus x is 20. En als x is 20, dan kan je een van de twee formules pakken, waarbij die het makkelijkst is. En dan kan je i uitrekenen. Dus dan krijg je hier 1,6 keer 20 min i is 2. Nou, 1,6 keer 20 is 32. Dus 32 min i is 2. En dan breng je de i naar de andere kant, dan krijg je i. En dan breng je de 2 naar de andere kant, dan krijg je 32 min 2 is 30. Dus kennelijk is x 20 en i 30. Geloven we dat? Nee, maar we kunnen het controleren. Dus we doen nu de andere formule. Deze gebruiken we en we gaan checken of het dan klopt. Dus we doen 5,5 keer 20 min 3,5 keer 30. En er komt 5 uit. En dat doet hij. En deze doet het vast ook, want die hebben we gebruikt om i te berekenen. Dus dan doen ze het allebei en dan zijn we blij. Oké, nou en dan nu de laatste vraag. De lineair programmeren vraag. Klimmen. Een bedrijf maakt twee soorten klimtoestellen, type ster en type meteor. Bla 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 bla. Oké, we gaan een tabelletje maken. Oké, we hebben dus staalbewerking, dat noem ik even S. We hebben de inpakafdeling. Oh nee, laten we eerst de lakafdeling doen. Laten we de volgorde van de som even aanhouden. Zo. En de inpakafdeling. En we hebben die twee modellen. En daar hoort dan ook dingen bij. Dus even kijken hoor. Dan hebben we hier dus type ster. En hier hebben we meteor. En dan gaan we alle gegevens eventjes erin doen. Dus even kijken hoor. Type ster heb je bij de staalbewerkingsafdeling 5 uur nodig. Op de lakafdeling 1 uur en op de inpakafdeling 0,5 uur. Ja, en bij meteor heb je ook deze tijden, maar dan zijn ze iets anders. Dus 5, 2, 1, 2 en 0,5. En dan staat er ook,
Ja, op de staalbewerkingsafdeling is 200 uur beschikbaar. En op de lakafdeling 120 uur. En op de inpakafdeling 32 uur. Dus dit geeft een beperking. Je kan niet meer dan 200 uur hier besteden. En zo'n ster die gebruikt best wel veel uur. Dus als je veel sterren wil maken, dan kan je nog maar heel weinig meteoren maken. Want dan het is heel snel op die 200 uur. Maar goed, je hoeft er niet op die manier over na te denken. Dan hebben we ook nog de winst. De winst. De winst is natuurlijk belangrijk. Bij type ster is de winst 240 euro. En bij de meteor is dat slechts de helft, 120 euro. En die winst die willen we natuurlijk gaan maximaliseren. Maximaliseren van de winst. Oké. X is het aantal exemplaren van type ster. En Y is het aantal exemplaren van type meteor. Uit de bovenstaande gegevens kan je de volgende gecombineerde ongelijkheid afleiden. Toon aan dat het klopt. Ja, nou kijk, eigenlijk staat het hier al gewoon letterlijk. Hè? Als je doet 5 keer X plus 2 keer Y, dan heb je het aantal uur wat nodig is op de staalbewerkingsafdeling. En dat mag maximaal 200 zijn. Bij de lakafdeling hetzelfde. 1 keer X is gewoon X, 2 keer Y is 2Y. En dit moet kleiner dan of gelijk zijn 120. En hier heb je dan 0,5x plus 0,5y. Dit moet kleiner of gelijk zijn dan 32. Maar hier heb je al die allemaal smerige breuken, kommagetallen. Bal. Doe je hem even een keer 2. En dan staat er x plus y is kleiner of gelijk aan 64. En dan hebben we degene die hier staat. En verder kan je natuurlijk niet een negatief aantal dingen maken. Dus inderdaad, je hebt ook x is groter dan 0, y is groter dan 0, want het mag niet negatief zijn. Oké, nou, toon aan dat klopt. Ja, teken het toegestaande gebied. Goed. Laten we even kijken welke coördinaten we mee te maken hebben. Als x is 0, dan is y 100. En als y is 0, dan is x 40. Hè? Die deelt gewoon even die 200 gedeeld door 5 en door 2 en dan krijg je die getallen eruit. Dus dat doen we even om te bepalen hoe groot ons afstelsel moet zijn. Als y is 0, dan is x 120. En als x is 0, dan is y 60. Oké. Okay. En deze krijgt gewoon 64,0 en 0,64. Oké. Okay. Nou, het makkelijkste is om het gewoon passend te maken dat je alles kan zien. Dus dan gaan we de x laten lopen. We nemen gewoon één hokje is 10. Ja, en dan kunnen we het mooi tekenen. Dus even kijken hoeveel hokjes heb ik hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, moet ik hem ietsje naar beneden doen. Oké, daar komt hij. 10 hokjes naar beneden. Dit zijn er 5. Dit zijn er ook 5. Dit zijn 10 hokjes. En dan moeten we 12 hokjes opzij. Zo. Dus dit is 120. En dit is 60. En dit is 10. Ja, op de x-as. En op de y-as hebben we 50 en 100. En dit is inderdaad de y-as. Oké, nu kunnen we het gaan tekenen. Dus die eerste van de s, die gaat door 0,100 en door 40,0. Die zit hier. Deze hoort bij s. En daar moeten we onder zitten. Kijk maar. Als je hier 0 invult, dan is het goed. 0 is kleiner dan 200, dus de goede kant is aan de onderkant van de lijn. Deze lijn kunnen we ook tekenen van 60 naar 120. Zo. En dan moeten we ook aan de onderkant van de lijn zitten, want als je hier 0 invult, klopt het. En dan hebben we ook die van 64 naar 64. Nou, die is moeilijk om precies te tekenen, maar we kunnen natuurlijk wel ongeveer tekenen. Dit is hem. Dit was de lakafdeling, dit was de inpakafdeling en hier zitten we ook aan de onderkant. Dus dan is de vraag, welk gebied zit nou aan de onderkant van alle lijnen? En bovendien ook aan de goede kant van de assen. Hè? Dit gebied. Ja. Nou, de punten waarin het maximum van de winst kan optreden, dat zijn deze punten. Theoretisch kan het ook hier, hier is de winst natuurlijk 0. Dus dan zal die wel niet maximaal zijn. Laten we even de formule maken van de winst. Voor de winst geldt dat het 240 keer x is plus 120 keer y. En de vorige keer heb ik gezien dat heel veel mensen de hoekpuntmethode hadden gebruikt. Die hadden van allebei deze punten de coördinaten berekend met een stelsel. En dan zijn ze gewoon overal die en die en die en die het gaan invullen in de winstfunctie. Maar ik vind het veel mooier om het met de isolijnenmethode te doen. Dus ik ga het met de isolijnenmethode doen. Ik ga een isolijn tekenen van de winst. En een isolijn teken je door gewoon eventjes een leuk punt
te bedenken. Een punt dat jou aanspreekt. Bijvoorbeeld, wat is nou een mooi punt? Ik vind dit een mooi punt. Dit is het punt 30,10. Ja? Dus dan ga ik voor x 30 invullen. En voor y ga ik 10 invullen. Dan ga ik kijken hoe groot de winst is in dit punt. Dus dan zeg ik van, nou, dat is 240 keer 30 plus 120 keer 10. En dus dat is eigenlijk, weet je wat, ik reken het wel gewoon uit. 240 keer 30 plus 120 keer 10 is 8400. Dat is leuk. Maar er zijn nog meer punten waar de winst ook 8400 is. Oh ja, meneer, hoe kan je die dan vinden? Nou, we kunnen de formule maken van de lijn waarop de winst 8400 is. Dat is namelijk deze. 240x plus 120y is 8400. En nu kunnen we gewoon, laten we zeggen, x gelijkstellen aan 0 en uitrekenen wat y is. Dus dan zeggen we, nou weet je, x is 0, wat is y dan? Nou, y is 8400. Deel 120. Nou, wat is dat? Er komt vast een mooi getal uit. Dat is 70. Aha, hier. Dus dat betekent dat op deze lijn hier is de winst 8400. Oké, nou, dan moet je eigenlijk ook nog een ander punt invullen, bijvoorbeeld 0. Als je nou voor x en y 0 invult, hadden we net al gezegd, dan is de winst 0. Dus hier heb je ook zo'n lijn, is evenwijdig, hè? Hier is de winst 0. Dus we kunnen zien dat als we de lijn opschuiven naar die kant, dat de winst al steeds groter wordt. Nou, je komt de lijn natuurlijk helemaal daar doen. Helemaal heel ver, oneindig ver weg heb je oneindig veel winst. Maar helaas, dat gaat niet. Want je moet in het toegestaande gebied blijven. Dus nu gaan we eventjes schuiven met die lijn. Even kijken hoor. Dit is mooi. En dan gaan we die lijn nog even tekenen hier. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als we met die lijn gaan schuiven. Kijk, ik pak hem even op. Zie je dat? Dit is hem. En hier was de winst 0. De winst neemt toe, winst neemt toe, winst neemt toe, winst neemt toe. Hier is de winst 8400. Hier neemt de winst verder toe, verder toe, verder toe, verder toe, verder toe. En hier, in dit punt, hier ga je uit het gebied. In dit punt is de winst maximaal. Hier. Dit punt wil ik weten. En in dit punt is de winst maximaal. Nou, welk punt is dat? Dat is het snijpunt van de inpakafdeling en de staalbewerkingsafdeling. Dus nu moet ik nog het snijpunt gaan berekenen van de inpakafdeling en van de staalbewerkingsafdeling. Dus dan krijg ik hier 5x plus 2y is 200 en x plus y is 64. Nou, dan zou ik die onderste keer 2 doen. Dus dan krijg je hier 5x plus 2y is 200 en x plus y is 64. Maar dan is het keer 2, dus dan krijg je hier 2x plus 2y is 128. Beter. Nou, dan hebben die i'en allebei hetzelfde getalletje ervoor. De coëfficiënt van i is hetzelfde, dus dan doe je het min elkaar. Dan krijg je 5x min 2x is 3x. En je krijgt 200 min 128, dat is volgens mij 72. Dus x is 72 gedeeld door 3. Dat komt mooi uit, hè? Dat is 20, 24 of zo. Oké, 3 keer 24, ja, dat geloof ik wel. Nou, en i is dan 64 min 24 is 40. Hoeveel exemplaren van type ster worden dan gemaakt? Oh, nou, dan is dit al je conclusie. Er worden 24 stuks ster gemaakt. Hè? Want je kan denken van, hey, de winst op ster is het maximaal, is het grootste, is veel groter dan die van het andere. Dus we maken gewoon alleen maar van die. Maar dat blijkt helemaal niet verstandig te zijn. Het blijkt juist verstandig te zijn om 24 van type ster te maken en 40 van type meteor. Maar dat wordt niet eens gevraagd. Als je die x hebt, ben je al klaar. Zie je dat? Oké, nou. Ik hoop dat jullie een leuke vakantie vonden. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiselijk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja.
Dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.